Ook met DA91 voorzitter Angelique Del Castillo spraken wij over 2 jaar stembusgang. Wat vindt zij van de prestatie van het parlement en wat vindt zij van de prestatie van de regering de afgelopen 2 jaren? We vroegen haar ook wat ze vindt van de samenwerking tussen de partijen de afgelopen 2 jaren. U hoort Angelique Del Castillo, DA91 voorzitter. We moeten als burgers weten dat wanneer we gaan stemmen, we een investering doen eigenlijk. We investeren een deel van, we geven onze verantwoordelijkheid, bevoegdheid tot verantwoordelijkheid aan een groep mensen om die investering in de toekomst voor ons actief vorm te geven. En onder andere in het parlement. Ons parlement verwachten we dan dat ze goede wetten gaan maken, wetten aanpassen en de regering op het juiste spoor houden. En als we kijken naar wat de afgelopen 2 jaren is gebeurd in ons parlement, dan moeten we zeggen, er zijn een aantal belangrijke zaken geweest. Onder andere, een van de eerste handelingen van het parlement is geweest om de amnestiewet nietig te verklaren op basis van uitspraak van het Constitutioneel Hof. Heel belangrijke handeling, iets waar Suriname denk ik in zijn fundamenten van rechtsgevoel goed gevoed is. Daarnaast heeft het parlement ook in staat van beschuldigingstelling van de voormalig minister van Financiën, Hoefdraad, goedgekeurd, zodat de PG met het Openbaar Ministerie met het onderzoek kon voortgaan. 2 belangrijke zaken die heel goed zijn voor het rechtsgevoel van deze samenleving. Hoewel wij erbij zeggen dat wat we graag zouden hebben gezien dat het parlement direct had gedaan, dat ze ook artikel 140, dat artikel dat gezagsdragers beschermd tegen vervolging en onderzoek, dat ze dat ook gelijk geschrapt hadden. Dat is iets wat we blijven vragen, wat we jammer genoeg wel nog niet hebben gezien. Dat zijn dus 2 zaken wat ik zeg, daar heeft het parlement ons hun woord gehouden eigenlijk naar ons, dat ze ons rechtsgevoel zouden versterken. Wat we echter ook weer zien, is dat het parlement zich ook weer schuldig heeft gemaakt aan het zwijgen wanneer gesproken moet worden. Kijk maar naar de HPSG-deal, kijk naar NV-Surfin. Er is niet diepgaand onderzoek ingesteld vanuit het parlement, dat er consequenties zijn geëist van verkeerd handelen vanuit de regering of door regeringsvertegenwoordigers. Het parlement heeft zich wederom vaker dan niet opgesteld als zeg maar cheerleaders van de regering. Hoewel misschien sommige parlementariërs in het begin, wanneer de issue pas naar boven komt, roepen van ja, het kan niet, onacceptabel, we gaan dit niet accepteren. Wanneer eenmaal de president verschenen is, wat woorden gezegd heeft, dan is men plotseling wel vol lof en heeft men alle vertrouwen. En gaat men voorbij aan het belang van die samenleving zelf. We hebben ook gezien dat het parlement bij de begrotingsbehandelingen niet heeft gewerkt aan de sloten op de begroting. Ook deze keer zijn de sloten op de begroting niet behandeld, waardoor we niet precies weten wat nu wel behaald is en wat niet. Het parlement heeft de belangrijke wet openbaarheid van bestuur, de wet enquêterecht voor de parlementariërs, dat soort zaken zijn niet gedaan. En dat is iets dat we vandaag de dag des te meer ondervinden een groot gebrek in onze samenleving. We zien dat een heleboel zaken, ik noemde net HPSG en NV-Surfin, maar er zijn nog meer zaken waarvan men de onderste steen boven moet halen. En het parlement ten eerste zich daarvoor niet beijvert, ten tweede bepaalde instrumenten niet volledig heeft ontwikkeld doordat ze die wet niet hebben aangenomen. En ook de journalistiek en de gewone burger de toegang tot informatie onthoudt door die wet openbaarheid van bestuur niet aan te nemen. Dus kortom moet ik zeggen, het parlement heeft op die 2 zaken na die ik eerder noemde, heeft het parlement zich gedragen zoals we gewend zijn van de parlementen tot nu toe, jammer genoeg, op een wijze waarbij de coalitie eigenlijk de waakhonden van de regering zijn. Ze zijn continu in de aanvalmoed als men iets over de regering op te merken heeft, in plaats van dat ze op een wijze ernaar kijken, dat ze zeggen van laten we daadwerkelijk kijken naar de wortel van het probleem en het oplossen. Laten we initiatieven nemen om correctief wetgeving voor te stellen. Laten we kijken hoe we bruggen kunnen slaan naar gelijkdenkenden die ook in het parlement zitten. Dat zien we zo goed als niet. Zodra men iets over de regering zegt,
is de coalitie in de aanvalmoed. De oppositie zien we het omgekeerde natuurlijk, dat over het algemeen de oppositie, deze oppositie bevindt zich in een positie dat ze heel weinig kunnen zeggen in mijn opvatting, omdat de situatie waarin we zijn, financieel, economisch, het beleid van de regering die zij hebben verdedigd en ondersteund en tot heden verdedigen, aan de basis ervan ligt. Dus wanneer de huidige regering besluiten neemt, wetgeving introduceert die te maken heeft met correctie van de situatie die ze hebben aangetroffen, en de huidige oppositie dan daartegen tekeer gaat, dan is het eigenlijk zeer hypocriet, omdat zij de situaties veroorzaakt hebben. Dus we hebben een parlement nu, moet ik zeggen, waarbij je dus jammer genoeg geen sterke, geloofwaardige stem hebt. Want de coalitie, net wat ik zeg, zien zich als de verdedigers van de regering. Dus het volk heeft daar weinig geloof in als je alles van de regering toch maar uiteindelijk goed praat. De oppositie staat aan de basis van de ellende waar we uit moeten klimmen. Dus die kan je ook, hebben ook geen recht van spreken als zodanig. En wat we dus echt ontberen in ons parlement is die stem van een groep personen die met deskundigheid praat en met geloofwaardigheid. En de regering? De regering na 2 jaren? Ja, we zien dat na 2 jaren we ook al wisselingen in deze regering hebben ervaren. En als we moeten geloven, mogen we meer verwachten, want dat wordt gezegd. De regering op zich heeft zich op een wijze opgesteld waarbij je moet afvragen van, hebben ze de opdracht wel begrepen die het volk ze heeft gegeven? Hebben ze daadwerkelijk geloof in wat zij zelf het volk hebben voorgehouden? Want het volk is ontzettend teleurgesteld in de regering. En wanneer we naar de regering soms luisteren, dan klinkt er onbegrip voor die teleurstelling van de samenleving. Maar die teleurstelling is compleet terecht. We weten dat de regering een situatie financieel-economisch heeft aangetroffen die ernstige verbetering behoefde. En dat er daarvoor harde stappen genomen zouden moeten worden. Die zouden pijn doen bij iedereen. Echter hebben we gezien dat het vrij onsamenhangend is. In die zin ook dat je merkt dat eigenlijk de bodem van de samenleving de meeste pijn moet voelen. En de top van de samenleving, de regeringskringen en hun aanhang, die schijnen steeds in meer wilde te leven. Meer bescherming, veiligheidsmannen, meer auto's. Daarnaast het sociaal aspect, het sociaal vangnet, zoals dat populair genoemd wordt. Dat zien we dat ook maar geen vorm krijgt. En als het vorm krijgt, is het op een wijze die non-transparant is. We hoorden recent nog de minister van Sociale Zaken praten over dat men daadwerkelijk op een case-by-case basis bepaalt wie wat krijgt en wie wat niet krijgt. En je denkt bij jezelf, maar dat kan gewoon niet. Er moeten heldere standaarden zijn op basis waarvan iedereen kwalificeert. En ook, kijk, een uitzondering is altijd een uitzondering. Dat betekent niet dat de uitzondering de regel gaat worden. Dus dat betekent, er kan iemand zijn die volgens de standaarden, scherp genomen, niet volledig kwalificeert. Maar wanneer je de totale situatie in ogenschouw neemt, zeg je van, toch gaan we die persoon moeten helpen. Maar ook daarvoor zijn er dan standaarden. Wanneer kan je zo een besluit nemen? Toch? Dus ook wanneer je moet afwijken, ook voor de afwijking is er een regel. Toch, die de minister moet kunnen leiden of zijn personeel, want ik neem aan dat de minister niet zelf zit te bepalen wie wel, wie niet. Maar alles moet goed gestructureerd zijn en elke burger moet daar inzicht in hebben. Dus wat dat betreft, transparantie heeft deze regering absoluut geblunderd. Wanneer het komt op het friends and family beleid, dan is de mening van deze kant bekend. En het is niet alleen onze opvatting, het is gewoon een feit, we hebben het gezien, dat het nepotisme welig tiert zo erg dat de regering er zelf toe overpoogt te gaan nepotisme een nieuwe definitie te geven. Dus dat zijn ernstige zaken. Voor de rest hebben we gemerkt dat de eenheid van bestuur afwezig is. Een kwestie die zeer, 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 niet alleen pijnlijk is voor het beleid, maar ook vernietigend voor het vertrouwen in die regering. De regering heeft in die 2 jaar een heleboel reizen gemaakt. Er wordt ons zelfs gezegd dat die reizen, buitenlandse reizen, als investeringen gezien moeten worden. Ik heb nooit eerder een dergelijke omschrijving gehoord van een buitenlandse reis. Maar wat hebben we ervoor teruggezien? We hebben er niets voor teruggezien. We hebben gezien dat
er zouden investeerders in de rij staan. Ik moet u zeggen, meneer Ganesh, er staan... Ik zie die rij niet. Waar is die rij? Integendeel hoor ik van een heleboel investeerders die ook hier aan de deur kloppen, dat ze niet gehoord worden door die regering. Dat ze hun plannen sturen, 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, gewoon geen reactie op krijgen. Dus de vraag is, waarmee is men bezig? Wie wil men wel hebben en wie wil men niet? En waarom niet? We zien dat ook met het NRA-rapport er een heleboel vraagpunten zijn. En alles wordt dan een beetje onder de mat geveegd en gezegd van ja, en er wordt de schuld naar anderen verwezen. Maar het werkt niet zo. Een andere heel treurige kwestie is ook het feit dat, hoe noem je dat, de etnische politiek die gevoerd wordt. Die in plaats van dat we nu na meer dan 45 jaar onafhankelijkheid daar verder en verder vanaf gaan en echt gaan naar het nationale, naar dat Surinaamse, gaan we steeds... probeert men ons terug te brengen in de hokjes. En dat door beleid te voeren dat eigenlijk gestoeld is op ieder voor zijn hokje. En dat werkt niet. Het is vernietigend voor die samenleving waarin we zijn. Het is vernietigend voor ontwikkeling. Want ontwikkeling breng je met eensgezindheid, niet met verdeeldheid. En die verdeeldheid wordt vanuit de top gevoed en het wordt niet gecorrigeerd. En dat is een ernstig probleem voor ons in Suriname, want onze ontwikkeling, echt meneer Ganesh, ik kan niet genoeg zeggen, het is gebonden aan eenheid. Hoe groter de eenheid onder onze samenleving wordt, hoe meer we in staat zijn elkaar volwaardig te zien, te respecteren en te zeggen iedereen heeft wat te geven en deskundigheid zit overal en bij elke groep en we gaan het bijeenbrengen en we gaan iedereen uitnodigen, ongeacht van uit welke groep je afkomstig bent, het gaat om wat je kan bijdragen. En men voelt dat ook zo, want men moet het ook zo ervaren natuurlijk. Want zodra we dat doen, dan gaat die ontwikkeling beginnen te lopen. Want dan gaan mensen gemotiveerd zijn, geïnspireerd zijn. We gaan elkaar niet zien als, oh hij is een Hindoestaan of hij is een Javaan. Nee, hij is een Surinamer. We zijn Surinamers. En als er dienst iets is waar iemand aanspraak op maakt, heeft het niet te maken met hoe je eruit ziet en van waar je komt. Als je voldoet aan de standaarden, als het nou is een sociale voorziening of een job, toch? En het moet allemaal transparant zijn, dat iedereen kan solliciteren, iedereen kan, weet je, een vraag indienen. Dus als we teruggaan naar die regering zelf, na 2 jaar zeg ik, de regering heeft ontzettend teleurgesteld. Het is het idee dat nog steeds de belangrijkste zaken voor goed bestuur niet plaatsvinden. En dat de regering dan elke keer zich er vanaf probeert te maken met of een vingerwijzing of een deels intimiderende houding naar de mensen. Of door te doen alsof het niet hun schuld is. En het volk stelt te hoge eisen. Men moet nu tevreden zijn met wat er nu is. We hebben een groot probleem. En dat zijn zaken die niet goed zijn.